Hallo, dit is Iris Patin voor Butterfly Circles met de vibraties van deze periode. Het voornaamste van deze periode is eigenlijk dat we in een periode zitten van een heel veel invloed van de zon. De zonnevlammen zijn op hun hoogste eigenlijk. En dat heeft ontzettend veel invloed op de aarde en op ons mensen, ook op de dieren, maar op alle elementen eigenlijk. En dat is begonnen 20 maanden terug en dat gaat nog ongeveer 4 jaar duren. En als we in zo'n periode zitten, dan gaat de natuur raar doen. Dan gaan er heel veel winden zijn, orkanen zijn, overstromingen. Ook aardbevingen, de elementen zijn heel fel aanwezig. En als dit het geval is, dat wil zeggen dat er iets gebeurt in het menselijk wezen ook. En als we kunnen samenwerken met die elementen, buiten ons en in ons, dan is dit de mooiste periode van ons leven. En dat gaat ook de mooiste periode zijn van ons leven. En zeker mensen die hoogsensitief zijn en die spiritueel bezig zijn. Want in deze periode gaan we ook veel meer waarde hechten aan ons spirituele wezen. En gaan we dit ook gebruiken om terug te communiceren met die natuur en in verbinding te staan met de elementen. We zijn eind augustus eigenlijk nu. En dit wil zeggen dat we helemaal die fantastische volle maan krijgen in het teken van vissen. Dit is de 4e volle supermaan dat we hebben. En nu staat ze dichtst van al bij de aarde. Dus ik hoop dat we ze mooi gaan zien, dat er niet te veel wolken gaan zijn hier in België. Maar het zal heel mooi zijn, denk ik. En het gevoel zal ook prachtig zijn. Het vissen staat in een hoge trilling nu ook. Dus dat wil zeggen dat deze periode eigenlijk uiterst een voedingsbodem is voor creativiteit en spiritualiteit. Het is tijd om die spiritualiteit in jouw eigen leven te gaan ankeren. Dat betekent dat je serieus wordt over het feit dat je spiritueel wezen bent. En dat je dat niet meer in vraag gaat stellen. We gaan ook heel veel dromen hebben deze periode. En probeer die dan ook op te schrijven. Je kan een notitieboekje, een droomboekje leggen naast jou. En telkens als je een droom hebt en je wordt wakker en je herinnert die, beweeg niet. En blijf met je ogen dicht en probeer die terug aan te halen, die droom, en schrijf die direct op. En dat is hoe ik het doe. En deze periode kan ook heel veel onrust met zich meebrengen, omdat het natuurlijk ook invloed heeft op ons emotionele lichaam. En als we al die emoties en die prikkels voelen, dan kan het zijn dat ons hoofdje te vol wordt. En dan is het echt hoog tijd dat je heel even terug gaat downsizen, even in de natuur gaat of gaan bewegen. Want om eerlijk te zijn, mijn energie is zo hoog. Ik ben wakker met de kippen. Al die vogels hoor ik en ik wil opstaan, ik wil bewegen. Doe ik mijn yoga-beweging, dan begin ik te mediteren. Maar eigenlijk wil ik vooral creatief zijn. Dus ik ben bezig met muziek te maken. Ik ben bezig met mijn workshops voor te bereiden. Ik ben bezig met herteplannen. En die energie blijft stromen. Dus ik gebruik die zonnevlammen ook om er iets mee te doen. En niet om binnen te zitten en achter een scherm te blijven en mij zorgen te maken. Dit is niet de periode. Je kan, als je geen intentie zet 's ochtends, met blijheid en met dankbaarheid, dan kan het fout aflopen ook. Dus dit is echt het praktiseren van het spirituele die nu heel belangrijk is. Ik sta op in het dankbaarheidgevoel, met liefde. En ik zit al in een soort van dankbaarheid voor de ganse dag die nog niet eens begonnen is. En dat helpt mij om mijn frequenties eigenlijk iedere keer te masteren.
En ook go with the flow. Soms neem ik gewoon mijn auto. Ik stap in de auto. Ik weet niet waar ik uitkom. En dan kom ik in de mooiste, raarste situaties terecht. Dat je denkt van, wauw. Dat is gewoon, ik heb mijn intuïtie gevolgd. En nu, al dit schoons kan ik gewoon hier oprapen en meenemen in mijn leven. En dat kan een ritje met de auto zijn. Dat kan gewoon een wandeling zijn in de natuur. Dat kan een intuïtief gevoel zijn. Intuïties zijn nu heel belangrijk. Het is nu dat je gaat moeten luisteren naar jouw intuïties. En als je die volgt, is er altijd iets leuks die gebeurt in jouw leven. Dat is heel belangrijk voor deze periode. Dus de zonnevlammen, wees bewust dat die nog op hun hoogtepunt zijn tot midden 2024. Weet dat we nu een supermaan hebben. En in september hebben we een aantal planeten die retrograde gaan. En met de nieuwe maan, midden september ongeveer, dan is het moment om ceremonies te doen. Om echt op je benchmark te zitten ook. Op een bankje te zitten en te zeggen van, wat heb ik de voorbije tijd mijn energie aangegeven? En was dat de moeite waard? En wat kan ik meenemen in de toekomst en wat laat ik achter? Dat is weer zo een moment waar we stilstaan bij wat er geweest is. En iedere keer met intentie. Dit was het voor vandaag. En ik wens jullie een heel fijne periode toe. En indien je onrustig wordt, vergeet niet dat het goed is om op rituele basis, op wekelijks te gaan dansen, te gaan zingen en zorgen dat die energie in beweging blijft en puur blijft. Oha.